De Koen en Sander Show. De Koen en Sander Show. Jan Versteeg, goedemiddag. Goedemiddag. Hi Jan, hoe is het? Hallo. Nou, goed, eigenlijk wel. Ik mag niet klagen. Nee. We gaan binnenkort natuurlijk lekker heel lang op reis. En daar ben ik altijd wel voor in. Waar ga je naartoe? We beginnen in Amsterdam en dan backpacken we helemaal naar beneden tot aan Madrid. En dat is het nog niet, want vanaf Madrid duiken we helemaal naar rechts tot aan Athene. Ja, kijk. Precies. En als backpacker, dan ga je ook echt met je backpack en liftend en desnoods op een huifkarretje. We gaan backpacken zoals iedereen gaat backpacken, dus ook met een heel beperkt budget. Wat niet betekent dat je nooit in een hotel kunt slapen. Wat dan wel betekent dat als je een nacht in een hotel wilt slapen, dat je de volgende dag wel gewoon moet liften of alleen een stokbrood hebt. Ja. Ja, precies. En het leuke van dit hele idee is van jullie, van jou en van Geraldine Kemper, ja, dat mensen die zin hebben om mee te gaan, mee kunnen. Ja, wat het is bij bier is dat er komen heel veel mailtjes en brieven komen altijd binnen van mag ik alsjeblieft een keer mee met drie op reis, want het lijkt me zo leuk. En dat kan eigenlijk nooit, tot nu. Want nu kan iedereen die wil, kan zich opgeven. En uiteindelijk misschien wel mee. Ja, dan moet je naar drieopreis.nl, maar hoe werkt het dan? Want dan moet je natuurlijk, ik bedoel, dat wil iedereen wel. Ja, nou ja, dat hopen we wel dat heel veel mensen mee willen. Je maakt een filmpje en daarvoor ga je naar backpack.bnm.nl. Dan maak je een filmpje met waarom jij zo graag mee wilt en wat je zo leuk vindt aan reizen. En uit die filmpjes komen uiteindelijk een aantal mensen die met ons meegaan op reis om te backpacken. En die kunnen dan een beetje helpen. En ze kunnen misschien wat tips geven die buiten de gebaande paden zijn. Waardoor we zelf ook nog heel wat aan hebben. Ja. We beginnen in Amsterdam en dat is jouw stad natuurlijk. Misschien kun jij daar de plekjes laten zien die heel bijzonder zijn. Ja, want jij bent nog nooit in Amsterdam geweest, hè? Dat weten mensen niet. Maar jij bent nog nooit in Amsterdam geweest. Nee, ik doe wat dat betreft een beetje een woestijnbergje. Ik woon inderdaad ook niet in Amsterdam. Ja, nee, waar woon je eigenlijk, Jan? Weet je dat dat we vrij weinig weten over jouw privéleven. Hoe kan dat? Ja, hoe dat kan? Hou je dat bewust zo'n beetje achterwege? Nee, ja, nee, eigenlijk niet. Wat wil je weten? Nou, waar ik heb dus een gerucht gehoord. Oh. Oh? Dat jouw ouders altijd dachten, ja, dat jij homo was. Ja, dat is waar. En wanneer heb je dat kunnen bevestigen? Nee, tot hun grote teleurstelling ben ik nog steeds niet uit de kast. Maar waarom dachten ze dat dan? Ik weet het niet. Ik was 15, we waren op vakantie en mijn ouders zeiden kom eens even zitten, dan moet je je wat vragen. Oh, en daaruit kwam een gesprek en waar ik dus zei toen ik helemaal door had wat over ging, zei jongens, het spijt me heel erg, maar ik ben geen homo. En toen legde mijn moeder haar hand op mijn bovenbeen en zei Jan, misschien weet je het nu nog niet, maar als die dag er komt, dan zullen we er voor je zijn. Ja, en toen ben je weer teruggegaan naar je My Little Ponies en die heb je zorgvuldig gekamd. Ja, heb ik mijn Barbies gesorteerd en toen was dat maar ook, hè? Nee, maar Jan, heb je wel eens met een jongen gezoend? Ik heb wel eens met een jongen gezoend, ja. Weet je dat niet meer, Sam? We stonden vorige week nog in de kroeg. Nou, dat was meer barebacken. Nee, ik heb één keer met een jongen getongzoend. Maar uit vrije wil ook? Ja, expres. Ik ben er zelfs naar op zoek gegaan. Omdat je dat gewoon een keer wilde meemaken? Ja, ik dacht, hoe kan ik daar nou een mening over vormen als ik het nooit heb gedaan? Hmm. En dat was helemaal niet verkeerd, het was een beetje stoppelig. Dat vond ik een beetje wennen. De gewetensvraag, Jan, was het met de ogen open of de ogen dicht? Nee, ik heb wel mijn ogen dicht gedaan. Maar dan leg je er gevoel in. Nee, dan kon ik denken dat ik met een meisje stond te zoenen met een prikkenbaard. Ja, maar luister, als jij met je ogen dicht gaat zoenen... Oké, dus ik moet mijn ogen open zoenen om er geen gevoel in te leggen. Ja. Jezus, dat wist ik helemaal niet. Als je echt wil ervaren hoe het is, vind ik, moet je je ogen dicht doen. Dan moet je er ook helemaal voor gaan. Ja, dat is ook wel waar, Jan. Ja, ja. Hey, maar even terug naar waar we het over hadden. Dat hebben we een reisprogramma. Dat barebacken. De inreis barebacken. Is wel gaaf. Ja. Gewoon echt backpacken. Ik ben het ook aan het overwegen om dat te gaan doen. Gewoon backpacken. Gewoon backpacken? Ja, dat moet je zeker doen. Om een vlucht. Even normaal in die ziel. Daar ben je toch veel te oud voor? Nee, hoezo? Ja, toch even lekker met je 34 jaar nog even lekker backpacken. Hallo. Jij doet gewoon een privé Mercedes en laat je over een tour rijden. Dat is hoe je op je 34ste vakantie viert. Nee. Kun je nog wel een backpack meenemen natuurlijk. Oh ja. Ja, dat is waar. Ga je lekker interrailen, Koen.
Nee, nee. Ga je echt backpacken? Nee, maar luister, backpacken is toch ook dat je gewoon een ticket boekt naar weet ik veel Midden-Amerika en vanaf daar wel ziet wat je gaat doen? Ja, dat is toch ook backpack? Dat is ook backpacken. Je hoeft toch niet liftend naar Midden-Amerika te gaan? Als jij dan een hotelletje neemt in Midden-Amerika, dan ga je de volgende dag niet één stokbrood eten of voor 1 euro noedeltjes langs de weg? Nee, maar, backpacken in de breedste zin van het woord. Nee, ik vind af en toe een 5-sterren hotelletje ertussen door. Als jij gaat backpacken, dan moet je ook in een youth hostel slapen met 4 verslaafde Joegoslaven. Nee, onderin slapen. Nee. Ja, dat gaan we ook wel doen, ja. Ja, nou goed. Oké, als je daar zin in hebt, backpack.bnn.nl. Jan, leuk je weer gesproken te hebben. Ja, jongens, fijne avond. Snel terug naar... Maar waar woon je nou? My Little Pony. Den Haag. Oh, ja. Den Haag. Oké, okay, ja. Mooi. De Koen en Sander Show. De Koen.